zitten ze hoor. Morgen. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Wat zijn we aan het doen, Michiel? Ik heb net een stukje getikt over een verhaal wat ik gisteren heb gezien over WIF. Een nieuwe systeem, een soort super Siri. Zo moet je het eigenlijk zien. Die, ik begrijp er niks van. VIF, een super Siri? Je kent Siri, dat zit in iOS. Ja. En de makers van Siri die hebben nu een nieuw bedrijf gestart. En dat heet VIF. En daarmee willen ze gaan maken wat ze toen eigenlijk van plan waren. Een systeem waar je alles aan kan vragen. Is dit het meest opvallende wat je gezien hebt op Zuid-West tot nu toe? Ja, gezien nog niet echt, want het is nog niet live. Het gaat dit jaar komen, maar ik denk wel inderdaad dat dit iets heel erg veelbelovends is. Ja. En verder? Ja, verder. Ik heb gisteren, of vrijdag was dat natuurlijk Obama gezien. Dat vond ik heel erg leuk. Dat was, je ziet gewoon hoe die man zich heeft voorbereid in welke punten hij wil gaan maken en wie er in de zaal zitten en op welke manier hij dat doet. Ja, bijzonder goed. Was je geloof ik wel mazzelaar, hè? Want er waren heel weinig kaartjes. Even kijken hoor. Even kijken wie hier verder nog aan tafel zit. Hey, Michiel Buitelaar is er ook. Ik was niet ingelood. Onze oude Nigeriaan. Ja, inderdaad. Maar even over in de westerse wereld. Ja. Wat ben jij aan het doen hier? Nou, gewoon het bekende werk. Heel hard rondrennen, fietsen enzovoort. Ik heb een paar interessante dingen gezien over messaging. Ik heb trouwens die VIF die jij had gezien, heb ik ook gezien. Dat vond ik vrij moeilijk te volgen. Maar dat is dan wel een verschil tussen Michiel Berger en jou natuurlijk, hè? Zeker, ja. Nee, ik moet het van wat simpele dingen hebben. Maar ik heb interessante dingen gezien over messaging. Over het gebruik van WhatsApp en Facebook Messenger en dergelijke voor marketing. En over hoe bijvoorbeeld het verschuiven van een website van een bedrijf naar een app, naar dit soort vormen van messaging platformen, wat voor impact dat kan hebben en hoe dat zou kunnen werken. Dat vond ik zeer integrerend. Maar hoe zou dat dan kunnen werken? Nou, het zou kunnen leiden tot een veel, wat je zou kunnen noemen, intiemer contact tussen een bedrijf en zijn klanten. En er werden voorbeelden genoemd van bedrijven die echt heel intensief via messaging met hun klanten contact hebben. Nou, dus volgens mij is dat heel simpel en heel effectief. In plaats van sites, in plaats van apps. Hey, en we zitten in een ander huis, volgens mij, hè? Ja, we zijn geüpgraded. Wat is dit, meneer Blom, dit huis? Ja, het is van, voor degenen die ons al langer volgen, 2 jaar geleden zaten we in een huis van Jill. Vorig jaar was zij het huis eigenlijk uitgezet door de huisbaas, zou je kunnen zeggen, omdat hij zelf dacht meer geld te kunnen verdienen bij dit soort events via Airbnb. En nu zijn wij mee verhuisd met Jill in een groter huis. We hebben allemaal een eigen slaapkamer. En heel belangrijk voor jou, we hebben een buitendouche. Ja, we hebben een waanzinnige buitendouche. Ja, die ga ik zo weer even proberen. Ja, dus het is een prachtig huis dit. En onmiddellijk weet je hier weer hoe prettig het is dat je in een huis komt waar geleefd wordt, in plaats van in een hotelkamer te zitten. Ja, en wat is de doelstelling van deze week, mannen? En dan ga ik me naar de buitendouche verplaatsen. De doelstelling van deze week? Ja, weet je, de doelstelling is volgens mij wat hier altijd moet zijn. Dat het inspiratie en informatie is. En die combinatie is hier perfect. Praktische inspiratie, zou ik willen toevoegen. Ik bedoel, iets waar je ook echt morgen wat mee kan. Niet alles, maar in ieder geval dat je wel met iets terugkomt. Ik althans, of ik denk van, daar kan ik wat mee doen. Weet je, hele ingewikkelde, inspirerende verhalen van ver weg, die hoef ik niet. Maar dat praktische vind ik ook wel. Ja, exact hetzelfde. Ik ben heel veel bezig met machine learning en dat soort dingen. En wat ik hier allemaal tegenkom, gewoon door erheen te gaan, maar ook door dingen te horen. Daar heb ik nog jaren wat aan. Bijzonder goed. Ik kom ook, denk ik maar nu, om dingen te horen die ik onzin vind. Zoals daar zijn. Gewoon dan denk ik van, nou ja, dat is dus zo'n hoop. Ik herinner me een gesprek gisteravond na een paar borreltjes. We hadden het even over ruimtevaart. Maar ik heb niet zo heel veel borrels nodig om de staf te breken over ruimtevaart. Ja. Ik ben naar iets van DARPA geweest. Dat is een militaire research. En ik denk al jaren dat oorlog eigenlijk voor heel veel innovatie zorgt. Dat is niet populair, dat is niet charmant om te zeggen, maar dat is wel zo. Ik ben trouwens ook nog een paar dingen van NASA geweest, wat ik heel boeiend vond. Maar ik denk dat ruimtevaart groots overschat wordt en dat daar eigenlijk niet zo heel veel uit voorkomt.
Omdat er heel veel geld aan wordt uitgegeven. Het is ook allemaal heel spannend. Hoge jongensboekgehalte. Maar het levert gewoon niet zoveel op. Maar oorlog wel. En dit zijn dan de onderwerpen die aan deze keukentafel worden besproken. Ja. Ben je het mee eens, Michiel, over die ruimte? Nou, ik zie dat iets anders, maar er zijn heus wel dingen verzonnen door en voor de ruimtevaart. Ja, gisteravond was je niet zo mild. Dat is ook zo, dat geloof ik ook echt. Hier, kijk, hij is ook al milder. Nee, ja. Vroege ochtend is het milder. Het is overschat. Moet ik even met je meelopen, dat jij onder de douche kan? Ja, is goed. Maar ik ben niet heel preuts voor Tom. Dus, dat siertje. Lekker. Er gaat niks boven een goede buitendouche, jongens. Kijk, zie je, die gaat toch ook maar eens proberen. Het zonnetje, jij bent tot nu toe de enige geweest. Het zonnetje schijnt nog niet, maar anders is het echt helemaal fantastisch.